Ja, en dan alweer een andere kleur in de ring. Brown girls in de ring. Dat kan natuurlijk alleen maar Brown Swiss zijn. Voor het eerst op de NRM een rasgroep van de Brown Swiss. Brown Swiss is prima geschikt om mee te kruisen. De dieren sluiten goed aan bij het Holsteinras, omdat er veel overeenkomsten zijn in het type. Het Brown Swiss ras is qua bloedvoering totaal anders dan het Holsteinras en daarom is bij het kruisen het heterosis effect optimaal aanwezig. De verkoop van Brown Swiss sperma is de afgelopen periode enorm toegenomen. Het is op dit moment een hardgroeiende ras. De sterke punten van het ras zijn met name de kwaliteit en de hardheid van de benen en klauwen en het hoge eiwitpercentage. In Duitsland bleek recentelijk dat Brown Swiss dieren gemiddeld de hoogste levensproductie en de meeste kilogrammen eiwit realiseren. Als minpunt wordt wel eens de melksnelheid genoemd, maar hier wordt streng op geselecteerd en is inmiddels geen zwak punt meer. CFV zet zelf alleen stieren in die boven de 100 scoren voor melksnelheid op roodbokbasis. De groep van vandaag bestaat uit dieren van 87 tot 89 punten. En de meeste hebben 50% Holsteinbloed en 50% Brown Swiss. En Jackpot is de hofleverancier van deze groep. En er moet ook een stiermoeder tussen lopen. Dan moet ik even kijken welke dat is. Nummer 431, dat is de laatste groep. Stiermoeder bij CRV. Brown Swiss staat voor melk, eiwit, super beenwerk en klauwen en een hoge levensduur. Ladies and gentlemen, for the first time at the NRM, we present a victory in the quality of the feet and legs and hooves, as well as the high milk protein levels. Germany recently revealed that Brown Swiss animals have the highest average life productions and realize the most kilograms protein. It is sometimes mentioned that the milking speed of the animals is a little slow, but there is very strong selection on this point, so this is no longer an issue. The group in the arena consists of animals from 87 to 89 points. Jackpot is sire to a number of these animals, and we'd like to point you out the last group, because she is a CRV bull mother. Brown Swiss stands for milk, protein,